En dat gaat hij natuurlijk doen naar Beware. En dan hoop ik dat hij gelijk een goede fighting move leert. Dat zou super chill zijn. Hoppakee, Berserker. Dun, 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 dun. Nice! Yo, Nintendo fans! Gelukkig is er in de vorige Nuzlocke aflevering niemand dood gegaan. Sterker nog, het team is er best wel lekker op vooruit gegaan met al die evoluties. Maar nu, een duo battle en dat is altijd rete spannend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar ik heb de XP heel hard nodig, want ik moet tegen B gaan vechten en ik heb maar 3 Pokémon in mijn team die enigszins goed zijn tegen B. Ik zie daar... Ja, ik zie daar een Togetic. En ik heb nachtmerries aan Togekiss. Een Togetic, die lijkt erop. Oké. Ik ga risico nemen. Ik ga eerst Razor Leaf doen op allebei. Dat doet echt super weinig damage op allebei. Dan doe ik Bulldoze en die raakt Twacky dan ook. Oh, maar Ponyard is gelukkig down. Dat is het belangrijkste, dat er eentje daarvan weg is. Togetic heeft hij niet geraakt. En nogmaals, ik heb nachtmerries aan deze stink-Pokémon. Slowpoke gaat naar level 29. Dat is lekker. Die moeten we ook hard gaan trainen. Dus dat is helemaal top. En Togetic gaat voor Ancient Power op Twacky. Dat is geen probleem. Ancient Power mag je doen. Kijk, maar... Echt, alles is wel geboost nu door Ancient Power. Ik heb het gevoel dat het nog best wel eens moeilijk zou kunnen worden tegen Togetic. Kijk, ook deze... Nou, dit doet helemaal niks, joh. Ik doe helemaal geen damage op dat stomme ding. Hij doet nu Fairy Wind op Diggersby. Gelukkig doet hij ook nog niet heel veel damage. Ik ga even allebei mijn Pokémon wisselen, want dit gaat echt veel te langzaam. Kom maar terug, kom maar terug. Het is tijd voor Berserker en Slowpoke. Hij gaat weer voor Ancient Power. Dat doet hij nu op mijn Berserker. Dat is prima. Dat is not very effective. Het wordt tijd dat we Iron Head gaan uittesten. Hoppakee. Kijk, en daarom... Hierom heb ik Berserker in mijn team, jongens. Zodat hij heel goed is tegen Fairy-type Pokémon. Lekker, hoor. Twacky een leveltje omhoog. En dan zijn deze twee weg. Lekker. Ja, ik wilde wel gewoon de XP van deze battle hebben, sowieso. Sowieso zijn hier heel veel trainers. Het zijn best wel goede trainers ook, jongens. Het is best wel een risicootje hier. Hier lopen ook veel Fighting-type Pokémon. Dus ik moet heel erg uitkijken met Berserker, met Heliolisk en met Beware. Dit is dus precies wat ik bedoel. Een sok. Oké, let's go Slowpoke. Zen Headbutt. Eerst gaat hij double kick doen. Dat is not very effective. Ik ben altijd bang met die fighting type Pokémon. Dat ze opeens een andere type move hebben. Die wel super effective is. En dat je dan in één keer een probleem hebt. Maar voorlopig heeft sok een probleem. Hij gaat voor nog een keer double kick. Oké, dit is lekker jongens. Dit wordt lekker veel XP'tjes voor Slowpoke. En ik denk nog steeds dat ik Slowpoke toch maar niet ga evalueren, jongens. Ik wil niet dat het een dual-type Pokémon wordt. Ik wil niet dat hij ook poison-type wordt. Want zo, kijk, nu heeft hij lekker deze Pokémon gesloopt. Heerlijk. 1084 XP en Beware gaan naar level 28. Het wordt echt tijd dat hij fighting moves gaat leren, die gekke Pokémon. Nou weet ik dat er volgens mij ook hier ergens nog een trainer staat die een throw heeft. En die throw, die kan ook best wel problematisch zijn. Ik weet niet of deze, dat is volgens mij niet deze. Deze trainer. Ik wil sowieso eerst even ergens anders naartoe. Oh, wat? Wat is dit? Ah, een Silly Cobra. Silly Cobra gaat voor Brutal Swing. Dat is super effective. En daar moeten we dus voor uitkijken, jongens. Water Pulse erbovenop. Dit zou wel eens een lange battle kunnen worden. Ik gebruik nu een Hyper Potion. Kak, die had ik niet willen gebruiken. Ik wilde gewoon een Super Potion gebruiken. Dus even kijken wat Zen Headbutt doet. Want dat is natuurlijk wel mijn type move. Ja, die doet meer damage. Hij gaat lekker door met kopstoten geven. We zijn hier lekker kopstoten aan het geven. Hij geeft normale kopstoten en ik geef Zen kopstoten. Doei, Silly Cobra. Later. Oké, dit is allemaal goed voor de XP. Oh, maar dit viel wel een beetje tegen. Bie, ik kom eraan. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je deze serie wil volgen. Als je wil weten of ik dat gevecht met Bie ga overleven. Oké, even rustig aan. Even hier naar boven. Eventjes hier een pokeballetje oppakken. TM15, Dick. Die kent Diggersby al, die move. Dan ga ik eens even kijken of ik hier een fossieltje kan fixen. Ik heb volgens mij nog niet 2 fossielen. Ah. Oh, hier 2 fossilized dino's. Maar die had ik al. Dat is volgens mij precies het fossiel wat ik al had. Ja, potverdorie. Daar heb ik er nou 3 van. Hallo, Dugtrio. Mag ik er door? Ik wil er langs. Nee, ik mag er niet langs. Oeh, Dugtrio is level 33. Dat is veel te sterk, jongens. Dat is echt veel te sterk. Dit is niet oké. Dit is niet volgens plan, jongens. Die waterpuls heb ik echt niks aan. Oké, ik kan nu blijkbaar niet ontsnappen en zo. Dugtrio laat het niet toe dat ik ontsnap. En ik kan ook niet wisselen. Oké, wil je even normaal doen misschien, Dugtrio? Bedankt. Weet je, ik ga nu een Zambut boven op je bakken gooien. Oké, hij slaapt. En hij slaapt verder. Wow, dit was bijna een probleem voor Slowpoke. Ik kon dus niet ontsnappen en ik kon ook geen Pokémon wisselen. Gelukkig heb ik hem laten slapen en gelukkig... Is dit gelukt?
En gelukkig gaan we nu keihard met z'n allen level up door deze Pokémon. Maar die Dugtrio, die zat hier maar even in de maling te nemen, jongen. Die wou mijn Slowpoke slopen. En dat ging nog bijna lukken ook. Oeh, ik kan nu Surf leren. En die is behoorlijk sterker dan Water Pulse. Dus dit kan ik maar beter doen. Het is wel een special attack. En Slowpoke is beter in physical attacks. Dus ik heb er alsnog niet heel veel aan. Maar hey, hij is wel beter dan Water Pulse. Persica gaat naar 29 en Diggersby naar 31. Freaking Dugtrio, jongen. Had hij me bijna te pakken, hè, die gek. Daar was Slowpoke echt serieus. Juist bijna dood gewoon. Nou, liggen hier als het goed is nog meer items. Dacht ik. Hier ergens beneden, toch? Ik wil niet weer tegen een Dugtrio. Kijk, 3 Ultra Balls. Dat is lekker. Wat loopt daar nou ook alweer? Wat loopt daar rechtsbovenin? Is dat een Larvitar? Ik ben echt bang voor Dugtrio's nu, jongens. Echt serieus. Dat is een Exu, volgens mij. Jammer dat we die niet hebben gevangen. Dat had echt heel vet geweest. We hebben hier een Maractus. Wat hebben we nou weer? Een Hippopotus lopen we opeens tegenaan. En die heb ik echt niet gezien. Waar komt die opeens vandaan, joh? Met je irritante Sandstream. Kunnen we even Surf testen nu? Hippopotus begint met Takedown. Even kijken wat Surf doet. Woehoe. Hij doet het die crunch. Ik overleef het net. Oh my gosh. Hopelijk gaat hij nu down. Beter ga je nu down. Oh, living on the edge, jongens. Living on the freaking edge. Dit is de tweede keer dat Slowpoke goed wegkomt. Oh. Misschien moet ik even stoppen met Slowpoke gewoon. Slowpoke is de Pokémon die we nodig hebben in de volgende gym. Maar ja, aan de andere kant, ik wil hem ook gewoon trainen. Nu komt er weer een Maractus op me aflopen. Ga nou eens weg, joh. Allemaal al die wilde Pokémon. Oké, ik ga toch maar even switchen naar Diggersby, jongens. Hallo, mevrouwtje Nicola. Ben jij een model? Oh, je hebt een Scroopy. Oké. Een Scroopy is ook een Bug-type Pokémon. Dus maar goed dat we hebben gewisseld met Slowpoke. Want als we een Bug-type move voor onze bakkers krijgen, is dat niet leuk voor Slowpoke. Let's go, Bulldoze. Wij zijn nu een level hoger dan deze Scroopy. Oh, oké. Dit is... Oké, dit had beter kunnen gaan, denk ik. Hij doet een Venoshock. Hopelijk raken we niet poisoned. Ik ga mezelf eens even ingraven. Dick is toch sterker. Let's go. Oké, hij gaat zichzelf even sterker maken nu. Gelukkig is er nog steeds geen Pokémon down. Dit was een route waar ik ook problemen heb gehad in mijn Nuzlocke challenge die ik op Twitch heb gedaan. Volgens mij ben ik hier toen ook een Pokémon kwijtgeraakt tegen die Throw die hier ergens rondloopt bij een van die trainers. Dus ik hoop dat het nu allemaal goed blijft gaan en dat we hier geen Pokémon kwijtraken. En daar hebben we weer een Pawniard. En we weten dat Bulldoze daar super effective tegen was van die battle die we net hebben gedaan. En oh, hij overleeft het wel. Dan ben ik heel benieuwd wat hij daar nu tegenover gaat stellen. Zijn attack is in ieder geval heel erg omhoog. Oh, hij doet metal sound. Oké, chill. Zijn attack is nu heel erg omhoog. Mijn special defense is heel erg omlaag. Maar hey, maakt allemaal niet uit. Want deze Bulldoze maakt deze Pawniard kapot. Ja, lekker. Oké, dan. Het gaat nog steeds goed. Dankjewel, Nicola. Toedeledoki. Nou, is hier dus volgens mij die trainer die die Throw heeft. En daar wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet tegen battelen. Die is veel te gevaarlijk, jongens. Serieus. Dat moeten we eigenlijk gewoon niet doen. We moeten eigenlijk hier gewoon lekker die items pakken. Hier een Rare Candy. Oh, maar we moeten wel volgens mij. Oh nee, of wel. Of niet. Ja, als we hier vanaf springen dan... Nee, nu moeten we wel volgens mij. Tenzij we gewoon een rondje gaan lopen. Wacht, misschien kunnen we een rondje lopen. Ik wil niet tegen die Throw. We moeten tegen die Throw. Ik moet dit wel met... Oh, ik ben er langs gelopen. Ja, ik ben er langs gelopen. Ik wilde dit met Slowpoke ook gaan doen. Maar ik ben echt bang voor die revenge. Volgens mij kan Throw de revenge move. En oh, die kan je echt het leven zuur maken. Oh, ik ben blij dat we er langs zijn gelopen. Oké, let's go. Hier kunnen we niet langs lopen, jongens. We moeten tegen Artist Duncan. En die gooit er een koffing uit. Oh, wacht. Was het bij hem ook dat we moeite hadden? Deze koffing deed namelijk volgens mij self-destruct op mijn bakkes. Nee. Nee! 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 Laat me met rust! Nee! Oké, we overleven het. Freaking koffing, jongen. Dit is zo naar als ze self-destruct doen, jongen. Als ze daarmee je Nuzlocke challenge gewoon verpesten, hè. En hij is gewoon ook niks waard, jongen. We krijgen zo weinig XP hiervan. Er zou maar een Pokémon gesloopt worden door self-destruct. Dan word je helemaal gek in de Nuzlocke challenge. Dan word je helemaal gek. We moeten nu weer tegen Sudowoodo. En we weten hoe sterk Sudowoodo is, jongens. Kom op, Thacky. Doe het. Razor Leaf er bovenop. Lekker. Nice. Oké. Sudowoodo gaat voor Rock Slide. Oh, hij mist. Lekker. Mag ik hem raken? Ik mag hem nog een keer raken. Yes! Razor Leaf er bovenop. Sudowoodo is ook weg. Oh, dit waren wel twee problematische Pokémon. En dan ook nog die Throw waar ik echt geen zin in had. Deze route kan funest zijn voor je Nuzlocke Challenge. Geloof me. Deze route kan echt heel je Nuzlocke Challenge upfokken. Ah, yes!
We zijn in de volgende stad. Ik voel me eindelijk weer een klein beetje veilig, jongens. Man. Deze route maakt me zenuwachtig. Volgens mij heeft hier nog iemand trouwens fossielen voor mij. Even kijken hoor. 2 fossilized birds. Dan kunnen we even naar die trainster gaan. Hallo mevrouw. Ik heb fossielen voor je. Een fossilized bird en een fossilized dino. Dus even kijken wat eruit komt hoor. Here we go. The restoration was a great success. Dit is een Pokémon die hier vroeger rond heeft gelopen. Een Arctozolt. Even kijken wie dat ook weer was. Arctozolt. Oh, dat is ijs denk ik. Ijs en dragon? Electric en ijs. Juist, ja. Laten we even kijken wat deze Pokémon kan. Hij is ook nog maar level 10, hè? Nou, hij heeft best wel slechte speed. En de rest is wel... Ja, is wel oké. Maar ijs heeft ook wel veel weaknesses, hè? Laat even weten in de reacties of jullie vinden dat Arctozolt in het team moet. Ik ga het denk ik nu nog even niet doen. Tegen B kunnen we deze trouwens ook niet gebruiken vanwege zijn ijstype. Kijk trouwens even naar de speed van Heliolisk. Ja, dit is wel even een veel snellere Pokémon. Dit is trouwens wel echt een goede move van Heliolisk. Hiermee raken we iedereen om ons heen en wij krijgen de helft van de HP terug van de damage die we hebben gedaan. Die zetten we even bovenaan. Volt Switch kan trouwens ook nog wel interessant zijn in een gym battle. Daarmee raken we de tegenstander en gaan we gelijk weer weg. Moet je wel een beetje hopen dat er een Pokémon uit wordt gestuurd die inderdaad goed is in die gym battle, want anders heb je alsnog een probleem. Ik hou niet van die random factoren, weet je wel. Eens even kijken wat iedereen hier op de markt heeft. Oeh, we kunnen een Big Mushroom verkopen voor 10.000. Lekker zeg, kassa. Oeh, en we kunnen een Miracle Seed kopen. Een Razor Claw, die wil ik ook wel hebben. Oh, maar die kunnen we pas morgen kopen. Nou, dan gaan we maar gewoon de items hier in het dorpje weer zoeken. Rocky Helmet, juist. Juist, die is nice. Ik denk dat we die moeten geven aan Beware. Of misschien even aan Diggersby voor de volgende battle. Lastig, lastig. Ik heb hem nu even aan Beware gegeven. Jee, we hebben hier een Metal Coat en die booster power van Steel type moves. Wat dat betreft is dit wel een fijn stadje voor onze Pokémon, want die kunnen we natuurlijk geven aan Persiker. Persiker gaan we niet gebruiken in de volgende battle. Maar alsnog, en hier de TM74 Venoshock. En dan moeten we nog even hier achter dit gebouwtje kijken, want daar ligt nog een Duskstone. Nou, weet je wat? We gaan in de volgende aflevering naar B, maar nu gaan we nog even de battle met Hop meepakken. En volgens mij begint Hop met een Flying-type Pokémon. Ja, hij gooit een Cramorant eruit. Dat is nice. Ik heb dus helemaal de goede keuze gemaakt door Heliolisk voor het eerst te gaan gebruiken. Cramorant is zelfs een Water-type, dus dit is 4 keer super effective. Als ik hem niet in 1 keer sloop met deze move, dan weet ik het ook niet meer. Ja, dit gaat heel makkelijk. Oh, sorry Hoppie. Je blaakt al niet van het zelfvertrouwen op dit moment en dan ook nog dit. Ah, lekker trainen jongens. Beware naar 29, sloop ook naar 31. En dan nu Silly Cobra. Dan gaan we wisselen naar Thwacky. Let's go Thwacky. Die gaat trouwens ook bijna evolueren. Nog 2 levels. Misschien moeten we dat sowieso ook even doen voordat we naar B gaan, man. Silly Cobra gaat voor Brutal Swing. Die doet mij niet echt heel veel pijn. Oh, hij gaat voor Super Potion. Oké. We gaan zo doen. Is goed, Hoppie. Ik kan je geen ongelijk geven. Ik poke je gewoon. En dan doe ik nog een keer Branch Poke. Hoppakee. En dan is Silly Cobra ook weg. Zijn tweede Pokémon. Ah, lekker dit. Wie krijgen we nu? Toxel. Nou, dat is weer een prooi voor Diggersby. Ik moet eerlijk zeggen... We hebben wel een perfect team voor tegen Hop, hoor, jongens. We hebben geen perfect team voor tegen B straks. Dat wordt complete chaos. Maar tegen Hop hebben we wel een aardig team, B. Bulldoze. Arme Toxel. Ja, die moet nog even getraind worden. Ook weer heel weinig XP. En dan nu tegen Drizzle. Ik denk dat Heliolisk dit ook wel kan. Maar, Thwacky heeft de XP harder nodig. Dus laten we Thwacky gebruiken. We willen Thwacky naar level 35 krijgen, zodat hij een Rillaboom gaat worden. Drizzle! Level 33 ook al, jongens. Hij gaat lekker met zijn Drizzle. Oh, we missen hem. Ja, we missen hem. Hij gaat voor een Water Pulse. Ja, dat gaat niet heel veel damage doen. Heb je geen andere move? Oh, ik ben wel confused. Oh, oké. Dit verandert de zaak. Hij gaat nu ook nog voor Sucker Punch. Oké. Je wilt het zo spelen. Gelukkig raak ik hem nu wel met Razor Leaf. En Drizzle is in 1 keer weg. Woehoe, Razor Leaf. Ja, Drizzle. Persiker gaat naar level 30. Diggersby naar level 32. Gelukkig is de defense echt wel in orde bij Diggersby. Ik heb op zich ook wel vertrouwen in mijn Diggersby straks bij de volgende battle. En Persiker, ja, die kunnen we niet gaan gebruiken. Maar hij gaat wel naar level 30. En dat... was Hop. En de volgende video wordt zo spannend tegen B. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat ook wil zien en deze serie wil volgen. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!